De Stichting Alternatieve Geneeswijze Grantangi Kondrimama, SAGK, wil een samenwerking met artsen. Dit haalde Claudette Tony, voorzitter van de SAGK, vandaag aan tijdens een persconferentie getiteld Traditionele Geneeskunde in Suriname, waarom niet? De stichting wijst erop dat de traditionele geneeswijze de basis is geweest voor de westerse geneeskunst. Dit feit is volgens Tony in vergetelheid geraakt en daardoor ongewaardeerd. De stichting heeft daarom als doel het bevorderen van de traditionele geneeskunst in samenwerking met de westerse geneeskunde. Tony zegt dat traditionele genezers zich wel openstellen voor een samenwerking met de artsen. Omgekeerd is dat echter niet het geval, zegt Tony. En mijn actie denk, hoe ook al is Revi, hoe Juno, aan Alkassi dat die, dat we gaan roken naar Adem, hoe de Kassabi, Sana de Dresidio Abi, zo lees preventief, dat man kan je lindres je artistie. Maar mijn actie, de kapoorzeker als TV, met de dag aan opende schreef, met de dag aan het aan arrogant, naar dat me begide, me begide, me begide, me begide. Wanneer zag me dat na een probleem? Marita Hamond, veiligheidsdeskundige van het land, die al 4 jaren homeopathische geneesmiddelen maakt, zegt dat ze oliën en salfjes maakt voor verschillende kwalen. Hamond werkt naar haar zeggen met de 12 hersenzenuwen van de mens, die het hele lichaam bestrijken. De homeopaat zegt verder dat de producten die ze maakt al over de hele wereld bekend zijn. Daarom geeft ze die van haar een Surinaams tintje. Ik heb middelen tegen beroerte. Ik maak middelen tegen astma, ik maak middelen tegen ophoping van vet in het lichaam, ik maak middelen om alle organen, en no joke, alle organen in het lichaam te zuiveren, schoon te maken. Want meestal komt er iemand bij jou en die zegt van, ik moet toch een resi hebben, want mijn moeroe is niet goed. Mijn moeroe nee zijn, of mijn man resi. Voor zijn amoeroe kon zijn, want er is niet zakba. En Amurua is alles in je lichaam dat samengaat. Of men heeft het oprisme. En dan denken ze van, nee god, ik heb zoveel lucht daarin. Nee, je darmen zijn instabiel. Of je maag en je darmen, er is iets daarmee gebeurd. En vandaar dat ik dat maak. Marita Hamond, ze is al 4 jaar gespecialiseerd in het maken van homeopathische geneesmiddelen. Met deze persconferentie wil de stichting Alternatieve Geneeswijze Grantangi Kondrimama bewijzen dat zij samen kan werken met artsen. De traditionele geneeswijze kan volgens de stichting helpen om vele kwalen en bepaalde ziektes te voorkomen.